vandaag vrijdag. Ik heb zo'n afspraak bij de bank, want ik moet opnieuw een zakelijke rekening openen. En daarna heb ik afgesproken met Saranda, we gaan even samen lekker naar de Primark, want daar wouden ze al heel lang heen. En gisteren zouden we heen gaan, maar het was toen code oranje, was heel erg gestorm hier. Dus we dachten, we gaan wel een andere keer. Dus het kwam ons vandaag goed uit en nu gaan we daarheen. Ik weet ook echt niet wat ik aan moet doen met dit weer. Ik heb gewoon dit vestje aan. Zwarte broek. Dit is trouwens echt standaard Lira's plek. Lira? Lira mama? Office of Lira, hè? Lira's kantoortje. Hé, hey, kijk eens wie hier is. Kijk hoe mooi ze eruit ziet. Wow, ze vliegt gewoon weg. Jongens, ik ben aangekomen in Den Haag. En wij waren de hele tijd aan het zoeken naar een uitgang hier. Want we hebben natuurlijk Ertina bij met kinderwagen. We zagen alleen maar trappen, maar we hebben eindelijk een lift gevonden. Nee, in de winkel staat en Ertina heeft honger. Kijk eens zo lekker eten. Ja, hè? Zie je? Ze ziet het, ze krijgt honger. Kijk haar één keer kijken naar haar fles. Wie dat je eten gaat krijgen, hè? Kijk één keer. Kijk dan. Kijk. Oh, poepie. Saranda heeft een broodje omelet met chocomel. Lekker. Lekkere combo. En ik heb een tosti omelet. Super lekker. Ziet er echt goed uit, hè? Mm-hmm. Is het voor jou lekker? Het is echt lekker. Zo jongens, ik ben geslaagd. Guys, besef, ik ben gewoon in de McDonald's en ik heb niet eens een menu gehaald. Ik heb gewoon een cappuccino gehaald. Oké, het is inmiddels 5:45. Met Saranda weggebracht naar huis. Met Ertinaatje en nu ga ik richting huis. Ik ga even snel iets koken voor mezelf. Lekker iets makkelijks. Ik heb gestreden. Hè. Ik was bij de McDonald's en ik dacht ik ga geen McDonald's eten vandaag. Ik heb gewoon lekker een cappuccino gehaald. Want ik hou van die koffie daar zoals jullie weten. En nu ga ik lekker koken. Dus ik ga straks naar Ismee, want zij heeft een nieuwe kat gekocht. En die kat is echt zo fucking mooi. Het lijkt echt zo op zo'n klein tijgertje. Maar het is ook zo'n halve wilde kat. Ik weet niet meer hoe die heet. Volgens mij een lynx of zo. Ik weet het niet meer. Ik wou vroeger altijd een savanne kat. En dat was eigenlijk een soort van tijgertje. Hij leek er tenminste heel erg op. En deze kat lijkt er ook echt op. Maar ik laat jullie straks zien hoe die kat eruit ziet. Dat is echt zo'n mooi, schattig beestje. Met een witte vacht en blauwe ogen. Super mooi. Ik hou van katten. Ik ben echt blij zijn kat heeft gekocht. Want ik mag nu soms op hem passen als ze weggaat. Yes! Oké, guys, ik ben zo, mijn haar is het echt niet meer. Ik ben net thuis en ik ga jullie even laten zien wat ik vandaag allemaal heb geshopt. Let niet op de achtergrond, het zijn allemaal de DJ-spullen van Nessie voor in huis op de oefen. Let hier niet op. Ik heb een eigen DJ. Ik heb bij de Primark geshopt, ik heb een beetje bij de Zara geshopt. En bij de Kiko heb ik ook een paar dingen gekocht. Zo, de belichting verandert kapot mooi. Even allemaal laten zien wat ik heb gekocht. Als eerst heb ik voor Nessie deze hoodie van de Primark gekocht. Gewoon simpel. Niks bijzonders. Ik heb nog een hoodie gekocht voor Nessie. Ik heb het echt warm. Ik heb nog een hoodie gekocht voor Nessie. Dat is deze. Ik vond deze wel echt mooi. Gewoon ook simpel. Lekker voor nu. Deze broek gekocht. Bij de Primark. Gewoon heel simpel. Dus eruit aan de achterkant. Ja jongens, ik pas in een maatje 34, maar alleen bij de Primark. Want de rest heb ik gewoon een maatje 36. En bij de Bershka soms maat 38. Maar in Primark pas ik een 34. Maar het ligt echt aan de broeken daar. Deze broek gekocht van de Primark. Die vind ik wel echt mooi. Kijk, dit is de voorkant. Dit is de achterkant. En kijk, ik laat jullie even alles zien. Kijk hoe mooi. Jongens, het is gewoon van de Primark. Ik vind deze broek zo mooi. Dit heb ik ook gehaald. Ook maatje 34. Ik heb nu trouwens ook een broek van de Primark aan. En dat is ook een maatje 34. Maar die valt... Ja, ik vind die broeken daar gewoon groot vallen. Deze oorbellen gehaald. Ik vond deze echt zo mooi. Ik ben hier zo verliefd op. Eén keer. Ik ga ze ook gelijk in doen, denk ik. Hier is het gewoon even naar me te kijken. Kijk één keer hoe mooi ze zijn. I love them. Echt cute. En ik heb deze oorbellen van de Primark gekocht. Ook met pareltjes.
Ik vond ze echt zo cute. Maar ik vind deze mooier. Deze vind ik echt mooier. Deze jas gekocht. Kijk hoe cute. Gewoon knalgeel. Echt een lekker stofje. Kijk hoe cute deze is. Kijk hoor, dat jullie goed zien. Zo ziet hij er een beetje uit. Dit is hem. En deze kost maar 25 euro, jongens. Ik zal hem even snel zo over het jasje heen doen. Ik heb nu echt warm. Ik heb nu echt warm. Wacht, ik doe hem gewoon aan voor jullie. Kijk, hier is hem zo half. Deze is echt cute. En hij was maar 25 euro. 25 euro. Oké, ziet er nu echt niet uit. Maar dan moet je een beetje wegwerken zo. Ik vind hem echt cute. Oh, het is echt leuk ook met die parel oorbellen. Oh, dat is echt zo mooi. Oh, ik vind het echt mooi. Ik ben echt blij hiermee. Aan L'Oreal. Focus. En ik heb één gekke kleur gehaald. Deze paarse. Maar ik vind paars laatst zo mooi. Dus ik ga die gewoon uitproberen. En ik ga gewoon even alles swatchen voor jullie. Hey, die paars, die wordt echt van mij. Het wordt echt mijn kleur. Paars. De kleur die ik heb gehaald. De paarse is een nummer. 524. Dan komt 532. Dan komt 503. En daarna komt 533. Lekker duidelijk. Ik heb vandaag ook een pakketje heb gekregen. En dat is van Simmy Shoes. Kijken. Simmy Shoes. Ik heb twee laarzen gekregen met hakken. Ik heb vandaag ook echt voor het eerst hakken aan. Na een lange tijd. En ik heb echt weer blaren gewoon. Ik kan niet meer op hakken lopen. Maar ik vind het echt mooi. Ik ben ook gewoon klein. Dus eigenlijk moet ik gewoon meer hakken dragen. Maar goed, dit zijn de eerste schoenen die ik heb gekregen. Dit zijn laarzen met plateautjes, zeg maar. Met plateauzolen. Zo noem je dat toch, plateau. En die kan je, ja, die zijn echt zo fijn om te dragen. En is voor mij heel handig, want dan kan ik er heel dag op lopen zonder pijn te hebben. Kijk hoe mooi ze zijn. Oh, ik vind het echt mooie schoenen. Prachtig. I love them. En dan de tweede paar. Die zijn echt vet hoog, man. Ik ben er echt blij mee. Ik kan wel lekker gebruiken. Tweede paar. Oh, die zijn sexy. Oh, ze zijn een beetje gebogen. Dit zijn de tweede paar. Oh, deze zijn ook echt mooi, man. Dit is de tweede paar. Kijk hoe sexy. Ik vind ze echt mooi. Maar deze hebben geen plateautje. Dus die lopen wel minder fijn. Dat zie ik nu al. Maar ze zijn wel echt heel mooi. Zou ik voor gelegenheden of zo dragen. En anders zou ik gewoon in de stad of zo kunnen dragen. I love them. Hey Kenji. Kom eens. Kijk maar eens in de camera. Is nog een beetje verlegen. Ik had hem groter verwacht. Maar hij is best wel klein in het echt. Maar hij wordt nog veel groter. Want het is eigenlijk nog een kitten. Hey Kenji. Kijk eens in de camera. Wauw. Ben jij mooi, hè? Wat ben jij mooi. Hoe knap je bent. En wat voor kat is dat? Een Bengaal. Maar hij is echt links net of zo. Ja, het is een ziel links Bengaal. Kijk eens wat mooi. Ik mag hier binnenkort op passen, hè? Ja, jij mag op passen de hele tijd. Kijk, ik vind hem wel echt cute, maar ik ben ook een beetje bang. Kijk, hij is nu nog klein, maar hij wordt heel groot. Maar ik ga even filmen. Kijk zijn poot. Kijk naar zijn achterpoot. Die voorpoot vind ik niet erg. Oké, kom, dan kan je het laten zien. Ja, laat even goed zien. Hoe geen spinnen. Waar dan? Waar zijn we? Oh, hier. Oh, hier. Kijk, één keer. Kijk, dat bedoel ik. Kijk hem kijken. Het lijkt wel een fucking vogel, man. Hij is zo mooi, hè? Je bent zo mooi. Zo. Ik vind het zo leuk als hij naar zichzelf kijkt in de spiegel. Ja, maar hij heeft zichzelf vandaag voor het eerst gezien in de spiegel. Hij loopt ook als een pand. Hij is echt mooi. Hier heb ik altijd. Alles met schuim en melk vinden ze lekker. Ook toetjes en zo. Oh, wow, yo. Haal hem weg bij me. Kijk, hem even helemaal zo. Hij is helemaal aan het genieten gewoon, hè. Wie is maar aan het genieten? Hij is wel echt. Ja? Ben je trotse tante? Ik kom op bezoek gewoon. Knappe.
Nessie wil een box zien. Ja, maar hij is moe. Ik kom volgende keer met hem. Gelukkig, jammer dat ze geen baby'tjes kunnen maken. Ja, wat beste vriendinnetjes met Lina. Ik ben zo knap, je bent zo knap. Hij is zo raar. Hij is wel een fotomodel. Hij is fotomodel, man. Nu al. En hij heeft een eigen Instagram. Ja, Bengal Kenji. Hoe heet hij? Bengal Kenji. En hij volgt Lira ook. Oh, echt? Ja. Ik moet ook weer actief gaan op de page gewoon. Foto's samen maken, hè? Ja. Nu heb ik het echt heel warm gekregen. Wij hebben lekker bij Thuisbezorgd even een maaltijd besteld. Kijk hoe lekker het er allemaal uitziet. Chinese bami. Ik heb, wat heb ik nou ook weer besteld? Weet ik niet. Ik heb biefstuk en groen. Kijk, biefstuk in. Chop choy biefstuk. Dat en, is het. Oh, dat ziet er lekker uit, man. Lekker. En hier is ook groente en vlees. En saus en lumpia's. Yummy. Ik heb echt zin in. Oh, ja, ook wel. Kijk, Kentje is net op het bord van Esmee gesprongen. Het was helemaal vies geworden. Het hele bord viel op hem bijna. Zo, ik had die bord net gezeefd. Anders was het helemaal over hem gekiept. Maar hij zit wel met saus. Mijn kindje houdt van water, hè? Ja. Lira zou al lang weggerend zijn. Oh. Je bent vies, hè? Poepie. Ik moet jou nu droog maken ook nog. Oké, we zijn het is kapot laat nu. Nessim is even naar huis gekomen. Zodat we elkaar even zien. En nu heeft hij zo weer een optreden waar hij naartoe gaat. En even samen gelegen. Ik heb mezelf lekker opgefrist. Ik heb lekker gedoucht. Nieuw pyjama gedaan voor de Primark. Ik weet niet hoe ver jullie dit zien. Het is een sterretjes pyjama. In ieder geval. Ik heb me lekker opgefrist. En ik ga nu lekker naar Esmee heen. We gaan een film kijken. We gaan The Prisoners kijken. Het is een thriller. En volgens Esmee is het heel goed. Dus ik heb daar echt zin in. En Nessim gaat dus zo naar optreden. En dat is voor nu even de planning. Ik ga er snel vandoor. Dit was mijn vlog alweer. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik zie jullie morgen.